Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Afgelopen nacht heeft er enige uur geregend, maar dat regengebied heeft het land inmiddels verlaten. Toch is het nog niet droog, uit de bewolking valt ook vanochtend nog een enkele bui. Ook die buien trekken langzaam weg. Af en toe breekt dan de zon door en vooral vanmiddag verwacht ik op meer plaatsen zonneschijn. Temperaturen stijgen dan naar 18 tot 21 graden. Blijft niet overal droog, ook vanmiddag nog een lokale bui. Naast de westkust een stevige zuidwestenwind, windkracht 5, af en toe windkracht 6. En die windkracht 6 is vooral voor later vanmiddag en het begin van de avond. Vanavond in het oosten nog geregeld zon, maar in het westen alweer toenemende bewolking, gevolgd door regen en motregen. En ook komende nachten en morgenochtend is het overal bewolkt en nat. Morgenmiddag breekt weer af en toe de zon door en dan loopt de temperatuur op naar 18 tot 20 graden. De zuidwestenwind waait ook morgen nog met windkracht 5 aan zee. En voor vrijdag, zaterdag en zondag is er eigenlijk amper een ander weertype te verwachten. Nog steeds een komen en gaan van regengebieden, af en toe ook een paar buien en dan afgewisseld met zonneschijn. Temperaturen steeds iets onder normaal, zo tegen de 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.